Een hele goede middag, kijkers naar mijn kanaal. Dit is Sim Gander, a.k.a. ook wel bekend als de Boze Panda. Vanmiddag vond ik een spel op Steam. En dit is het spel. Dit is de Amerikaanse versie van Trucker Simulation. Ik weet niet precies hoe het heet. Maar het is een heel leuk spel, vond ik zelf. Tenminste, spel. Je gaat daarin als een trucker door het leven. En je levert dus opdrachten af van punt A naar punt B. En ze hebben het zo gedaan dat de omgeving waardoor je heen rijdt ook echt daadwerkelijk de omgeving is wat je in het echte leven zou zien. Nou is het niet zo fotografisch geweldig en niet zo grafisch geweldig dat het ook echt net echt lijkt. Maar als je in die omgeving zou wonen in Amerika, zou je het zeker herkennen. Ik ben bezig met de Nederlandse versie, tenminste de Europese versie te downloaden. Dus misschien dat we ook door Nederland gaan rijden. Ik wil eigenlijk dit spel gaan gebruiken voor mijn vlogs van de Boze Panda. Nou weet ik niet of dat gaat lukken, want laat ik je één ding vertellen. Ik kan niet auto rijden. Ik heb geen rijbewijs. Ik heb wel rijlessen gehad. Maar iedere keer, net vlak voordat ik mijn rijexamen kon aanvragen, werd ik dan had ik geen geld meer. Of dan gebeurde er iets waardoor ik geen geld meer ervoor had. En moest ik het dus opgeven. En zo heb ik dus nooit mijn rijbewijs kunnen halen. En na 3 à 4 keer vond ik het eigenlijk wel weer voldoende geweest. Vond ik het wel weer leuk geweest. Kostte me een beetje te veel. Ik had zoiets van, nee, weet je wat, laat maar. Maar goed, er is natuurlijk dan altijd nog het internet, waar je dus wel kan rijden. Dus ik dacht van mezelf, weet je wat? Ik download de demo totdat ik het geld heb en dan ga ik het spel kopen. Zo duur is het niet, het is 20 euro. Maar 2 keer 20 euro is toch wel weer 2 keer 20 euro. En aangezien ik maar van 50 euro per week moet rondkomen, ik en mijn beestjes, is 2 keer 20 euro toch wel best veel. Dus ik moet eventjes voor sparen, maar dan heb ik hem ook. Ik heb al één ronde gedraaid en laat ik je zeggen, ik bak er niks van. Ik had 17% schade, want ik reed continu tegen palen op en zo. Ik heb totaal geen richtingsgevoel. Ik ben wat dat betreft zo richtingsgevoelloos als een vleermuis zonder sonar. Dus helemaal vlekkeloos gaat het niet. Maar als je je waagt eraan en als je zin hebt in een beetje een, wat zullen we zeggen, daring rid, zou ik zeggen, stap in, rij met me mee. Gaan we eventjes een stukje rijden. Ik zag dat er hier, dit was rijden. Met een beetje mazzel kunnen we hier leren rijden. Je kunt niet vrij rijden in de wereld omdat je geen vrachtwagen hebt. Je moet een vrachtwagen kopen of er eentje nemen uit de wagen. Oh, oké. Okay. Nou, laat me weer. Dat kan dus niet. Het was weer even leuk gedacht, maar ik moet dus echt een opdracht doen. Nou, dan gaan we maar een opdracht doen. Dan kan ik daarna namelijk, dan kan ik daarna een vrachtwagen kopen misschien. Oh, dat wil ik wel eventjes. Ja, dat wil ik wel eventjes doen. Wacht even hoor. Het gaspedaal is W. Dat klopt. Achteruit is S. Naar links is A. Ja. En die andere is D. Ja. Opschakelen is right shift. Oké. Terugschakelen is right control. Oeh, dat vind ik eigenlijk wel lastig. Ik vind het eigenlijk beter als dat op links zit. Kan dat op links? Of hebben we op links al wat? Oké, even kijken. Verander naar neutraal. Oké. Dat kan ik al. Daar begin ik niet eens aan. Hier begin ik niet eens aan. Handrem. Space. Space is de handrem. Oh, oké. Motorrem. B. Wat is een motorrem? Ik heb geen idee. Trailerrem. Niet available. Vind ik toch wel handig als die erbij zit. Vertraging verhogen. Vertraging verminderen. Ik weet niet wat dit is. Verhoog of verlaag de as. Een U. Richtingsaanwijzer. Oh! Ah! Daar heb ik naar gezocht. De richtingaanwijzer. Ja, want we hadden dus de alarmlichten, dat is F. En dan lichtmodi is L. Groot lichtkoplampen is K. Oké, beacon is O. Klaxon is. Oh! Ik weet niet of ik dat moet weten hoor. Seinen J, ruitenwissers is P, cruise control is C,
Snelheid cruise control verhogen, not available. Dat is maar goed ook, want met cruise control moet ik al helemaal niet mee gelopen rotzooien. Weergave modus dashboard. I. Oké. Okay. HUD-instellingen. Weergeven zijspiegels. Routeadvies modus. Dus F3 vrachtwagen aanpassen. F4 routeadvies. Muiscontrol 1. Routeadvies navigatiepagina is 5. Oké. Routeadvies taakinfopagina. Ja. F8. Volgende pagina routeadvies. Oké. Bediening camera. Oké. Die heb ik dan ook. Ja, ik moet eventjes kijken, want ik heb net gereden. Ik kan je zeggen, het ging niet helemaal goed. Trailer aan en afkoppelen. T. Oké. Snel opslaan. Scroll lock. Scroll lock. Hebben we die ook? Waar zit die? Waar zit scroll lock? Wie weet. Oh, daar is scroll lock. Oké, ik zie hem. Ik zie hem. Ik heb hem gezien. Audiospeler. R. Dat had ik al gevonden. Audiospeler naar de volgende favoriet. Page down. Audiospeler naar de vorige favoriet. Page up. Oké. Wereldkaart M. Garagebeheerder G. Screenshot F10. Nou, die screenshots die laat ik voorlopig nog even. Want ik geloof niet dat die vrachtwagen de laatste keer er zo geweldig uitzag. Maar goed, dit zijn de functies. Ik heb geen idee hoe ik hier moet komen als ik daar straks inderdaad weer helemaal bij zit. Even kijken, geluid. Hoofdvolume, muziekvolume. Moeten we even wat zachter zetten. Ja, die zetten we even wat zachter. Zo. Radiovolume, die zetten we een klein stukje zo. Omgekeerde stereo geluidseffecten, muziek, backup geluidssignaal, rumble, stripes. Oké. Die mag eigenlijk wel weg. Ik vind deze eigenlijk wel wat leuker. Ik vind dit toch eigenlijk wel wat leuker. Zetten deze ietsjes harder. Zo. Nou, volume geluidseffecten, hoofdvolume. Ja. Oké, ja. Dat hebben we allemaal. Hebbes. Nou, zijn we bereid om een ritje met me te doen? Zullen we het doen? Zullen we het doen? Ja? Oké, goed. Gaan we beginnen. Oké. Oh, mijn heden. Ik weet niet of dit gaat lukken, hoor. Goeie kans dat we hartstikke verongelukken. Oké, jongens. Ja, de spiegels staan eraan. Ja, oké. Navigatie. Oké, ik moet dus eigenlijk keren. Oké. Zijn we er klaar voor? Wacht even, laat ik even kijken wat me hier te wachten staat. Kan ik daar wel heen? Ja, daar kan ik heen. Sterker nog, ik moet daar geloof ik zelfs heen. Ho, nou kindje. Ho, nou kindje. Dan moet je wel even hele scherpe bochten even die kant op maken, muis. Oké, ho, maar even kijken of er niks aankomt. Daar komt niks aan. Oké. Wacht even hoor, ik moet even lezen. Wat was dat nou? Ik heb iets ontdekt, maar ik heb geen idee wat het was. Jongens, jullie moeten dat soort berichten niet gaan lopen geven als ik aan het draaien ben, want dat wordt helemaal niks. Oh, ik draai. Zoals je ziet, ik rij als een dronkaard. En dit zijn dan ook nog eens een keer Amerikaanse wegen. Dus ik weet het zo net nog niet. Maar we moeten in ieder geval moeten we naar die kant.
Ik weet niet op welke wagen, op welke weg ik moet blijven. Ik moet geloof ik hier zitten. So far, so good. Je hebt een nieuw bericht. Ik heb een nieuw bericht. Ik ben aan het rijden. Ga weg. Ik heb een nieuw bericht. Gaat weg. Ik kan dat bericht toch niet bekijken. Oh, wacht even. Ik sta midden op de weg stil, Wil. Ik stond iets te snel stil. Ik ga wel hier stilstaan. Het is goed. Nieuw bericht. Ik kijk straks wel even, vriend. Als het belangrijk is, dan bericht je me nog maar een keer. Ik ga toch niet op mijn schermpje kijken als ik aan het rijden ben. Hoe dan ook, ik weet niet of jullie dit leuk vinden, maar terwijl we dus zo aan het rijden zijn. Oké. Ja, nou heb ik het gedaan. Oké. Alarmlichten. Oké. Ja? Mag ik ertussen? Kan die? Oh, vette ticket natuurlijk. Ja, ze wilden dat ik invoegde. Ik had die hele auto toch niet gezien. Oké. Nou, dat is een vette ticket. Oh, jongens, 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 jongens. Ik kan niet sneller rijden, begrijp ik. Ik weet het niet. Oh, ik ga wel scheef. Ja? Oké. Ja, ik weet het niet. Ik moet altijd even goed kijken. Want ik. Er werd toen al tegen me gezegd dat ik veel te voorzichtig reed. Nou, dat betwijfel ik hoor. Als ik het zo bekijk, rijd ik niet zo voorzichtig. Ik moet geen fietsen naast me hebben, want dan rijd ik hem helemaal plat. Dat is niet wat zeker is. Maar dit is. Ik zou wel zeggen, dit geeft je wel een beetje het idee. Hoe het is om achter het stuur van een vrachtwagen. Dus ik doe wel dit natuurlijk nooit echt is. Je zit natuurlijk. In het echt zit je veel hoger. En. Ja, hey, vriend. Je ziet dat ik eraan kom. Dan ga je het me zo voorschuiven. Oelewapper. Je vraagt om ongelukken. Dan moet je dat zo doen, ja. 65 is de speed limit. Nou, daar zit ik nog langer niet op. Kijk, dit gaat wel netjes. Rechte stukken lukt wel. Het is. Ah, la 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 la. Het zijn de bochten die het hem doen, zullen we zeggen. Plus, ik weet niet hoe je moet terugschakelen in dit gekke ding. Daar ben ik nog niet helemaal achter. Daar kom ik ooit nog wel een keer achter. Ik weet wel dat ik terug moet schakelen voor een bocht. Dat weet ik. Van mijn rijles. Er is best wel veel bijgebleven van mijn rijles trouwens. Het zou leuk zijn als we er een beetje radio bij hadden. Maar dat komt wel. Ik ben nou aan het rijden. Ik geloof dat we deze bocht wel zo kunnen maken. Niet te snel. Oeh, hamburgers. Hamburgers. Oh, nee. Oké. Even naar achteren.
Nou, ik ga even kijken of me dit gaat lukken. Nee, dat gaat dus niet. Ja, ik weet het. Nou, niet gelopen toeteren, want ik ben heel erg aan het rijden hier. Oh, ja, lieve schat, ik moet er even langs. Ja, niet gaan lopen moeilijk doen. Hey, Bo. Oh. Klaar. We krijgen er ook nog een blaffende hond bij. Ja, lieve schat. Bo, wil je ophouden? Als er iemand aan mijn deur staat, dan laat ons maar een briefje achter. Ik moet natuurlijk wel op mijn weg letten, hè? Doe ik het weer? Nou, ik moet wel zeggen. Ik doe beter dan dat ik het gedaan heb. Snelweg. Oh, daar hou ik wel van. Snelweg ben ik wel vrij mee. Daar hou ik wel van. Moet alleen wel uitkijken met mijn stuurwerk. Zo geweldig ben ik niet. Oh, mijn. Oh, ho, 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 ho. Ik moet mijn lampje uitdoen. Ik moet wel netjes recht op die weg blijven, vind ik. Zo. Ah, ja, 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 ja. State Trooper. Ja, dan moet ik maar niet nog een keertje op rijden, want dat ging niet helemaal lekker, geloof ik. Ha. Hallo. Het is een weegstation, geloof ik, hè? Stop hier. Zie je goed? Stop hier. Sta ik goed nu? Hallo? Joehoe? Iemand? Ik ga even mijn berichtje bekijken. Ik had een bericht binnengekregen. F5. F6? F7? F8? Er zijn geen korte berichten. Ja, maar ik moet. Hoe doe ik nou dat berichtje dan? Wacht even, even pauze. Even pauze, even berichtje kijken. Gloednieuwe vrachtwagen voor Peterbilt te koop.
Och jeetje. Oké. Nou. En daar moest je me voor mailen, echt waar, terwijl ik aan het rijden ben. Ben je nou helemaal van je, van je, van je, van je. Echt hoor. Fluit op, man. Echt. Oké. Dames en heren. F5. Nee. F5. Oké, let's go. Oh, niet te snel, niet te snel. En we zijn weer op weg. Kijk, dit kan ik wel rijden zo. Die gaat tanken. Ik stuur dus met A en D. En ik kan je vertellen dat dat best nog lastig is. Oh. Blijf nou even recht op die weg, man. Autowegen zijn in de bij nature al niet helemaal recht. En daar moet ik eventjes goed op letten, want ik moet daar ervan af. Even kijken of er niks aankomt. Daar komt niks aan. Daar komt ook niks aan. Nog een keer kijken. Oh, daar komt een hele grote vrachtwagen aan. Wachten we even mee. Oh. We zijn er bijna. Sorry, mijn motor viel uit. Ja, dat hebben jullie vast ook wel eens met autorijles gehad. Druk op de volgende toets om de levering te bekijken. Enter. Oh goed. Nou moet ik even een plekje uitzoeken waar ik heen mag.
Ik ben voor later wat makkelijk houden. Oké, bevestig. Oké. Oké, bevestig. Ga naar de laadplaats. Rij naar de rode vlag op je kaart. Oké. Enter. Oh. Oké. Wow. Nou, dat heb ik toch netjes gedaan. Geweldig. Oh, nou, kijk. Terwijl ik wel in het begin al een botsing had. Goed, dit was mijn rijervaring voor vandaag. Dat was de tweede keer dat ik met die vrachtwagen aan het rijden was. Ik vind toch dat ik het voor een beginner zonder rijbewijs toch netjes gedaan heb. Goed, ik heb er wel 3 uur en 40 minuten over gedaan. En het was een afstand van 95 miles. Dus ik weet niet of dat lang is of dat dat kort is. Ik weet het niet. Dat moeten jullie maar uitrekenen. Beste mensen, ik zou zeggen. Het was mij een waar genoegen. Ik hoop dat jullie dit leuk vinden. Als je het leuk vindt dat ik op deze manier mijn vlogs ga maken. Dat ik dus een stukje rij in een vrachtwagen. En ondertussen een beetje vertel over wat mijn dag zoal inhoudt. Wat het inhoudt om SBS te hebben. Of andere dingetjes uit het nieuws waaraan ik me geërgerd heb. Of juist niet geërgerd heb. Of wat ik leuk vond. Of wat ik interessant vond. Of dat soort dingen. Of een idee wat jullie mij aandragen. Van goh, laten we het daar eens over gaan hebben. Mag ook. Laat het dan hieronder achter. En dan hoor ik graag van jullie. Dan zou ik voor nu willen zeggen. Dit was Sim Gander. Oftewel de boze panda. Vanuit mijn geleende vrachtwagen. Waar waarschijnlijk nu een vreselijke kras op de verf van zit. Gaan we straks al zien. En nou ja. Tot een volgende ronde. En dan hoor ik het hopelijk wel van jullie. Als jullie helemaal niet antwoorden hierop, dan is het nog geen probleem. Want dan maak ik zelf een keuze. En dan is die keuze makkelijk gemaakt. Denk ik. Denken jullie ook niet? Dat wou ik net zeggen. Goed. Tot een volgende keer. Dit was Simkander. Toedels! Breaker 19, this here's a rubber duck. You got a copy on me, Big Pen? Come on. Yeah, 10-4, Big Pen, for sure, for sure. By golly, it's clean clear to Flagtown. Come on. Yeah, it's a big 10-4 there, Big Pen. Yeah, we definitely got the front door. Good buddy, my friend.